was zeker geen moeilijke beslissing. Iedereen weet van vroeger dat ik al heel de jeugdopleiding heb doorgelopen. De bekende verhalen dat ik al sinds kleins af aan supporter ben. En ik denk dat het voor iedereen goed is dat ik heb bijgetekend. Thank you.
je vis, man. Shirt, sorry. Toen ik gewoon als derde keeper benoemd werd, want ik was wel gewoon bij elke training was ik gewoon bij het eerste tot de wedstrijdmoment van onder 19. Hoe is dat om weer zo'n contract te tekenen? Ja, het is toch een beloning van de afgelopen jaren wat je hebt gepresteerd, denk ik. En ja, het is weer een vervolgende carrière. Ja, het is de taak aan ons om dat vol te houden en uit te breiden. Ja, was dat het? Zo. Mijn been slaat. Wil ik staan? Lekker man. Ja. Je gaat even zwaaien naar de camera. Leuk, ik heb een steentje. Blijf zwaaien. Ik ga naar het huis zitten. Nee, ik ben goed, dank je. Dank je wel. Die geef je mij deze? Ja. Die doe ik. Jullie keepers zijn een beetje apart, hè? Linksbuiters en keepers, hè? Oh, mee, toch? Maar jullie zijn ontzettend professioneel. Je gaat heel veel op in jullie vak. En jij bent helemaal geen uitzondering. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En all the best. Heel veel succes. Dankjewel. Ja, goed. En die van allemaal heen. Top. Ja, mannen. Anders is het niet zo leuk. En deze kan ook kijken, deze camera, kijk. Top. En Ruud, fantastisch. Ja, zo duimpje. Ja. En nu de camera. Ja, top. Dankjewel. Okay. Alsjeblieft aankijken, contract tekenen. Ja, dat is het ook weer mee, hoor. Ja. 4 jaar, over een jaar, nee. 6 maanden. Van jou, het 6 jaar, dat is wel fijn, hoor. Hoi! Kom maar binnen, lekker gelegen, leuk altijd. Ja, zeker. Ga je weer verder spelen. Dankjewel. Hey man, waar zijn je toch? Popcorn. Ja, wij gaan naar binnen.